Hi, my name is Liz Hathaway and dit is mijn astrologisch kijk op deze komende week. Ik wil even terugkijken naar vorige week. Toen hadden we dus die volle maan with de maan en Pluto samen en Mars en de zon samen. Dat was een hele heftige oppositie. En ik moest gisteren, toen ik naar het nieuws kijk, lieten ze beelden bijvoorbeeld van Irak zien, van de stad Mosul, die nu net weer in handen is van de Iraakse regering. En de beelden van de totale verwoesting van die stad raakten mij diep. Ik denk, dit is nu een soort Pluto-Mars-oppositie. Maan, het volk met Pluto, totaal vernietigd ook in dit, dit oorlog, wat zeker voor de mensen die daar wonen afschuwelijk moet zijn. Er is niks meer over van de stad. Dat noemen ze een totaal verwoestende stad, Mosul. Dus dat viel onder die heftige energie van die volle maan, de echte overwinning. Natuurlijk, er is daar al heel lang gevochten, maar dit was de hoogtepunt, de voorlopige hoogtepunt in de strijd. Maar die energie van zon en Mars en maan en Pluto, dat energie herhaalt zich ook wederom in augustus. Want de zon en Mars zijn nu heel dicht op elkaar. En op 5 augustus hebben we wederom de maan met Pluto. En maar nu wel de zon en Mars in leeuw. Maar het is weer dat intensiteit. In augustus zit ook Jupiter in beeld. Want Jupiter, vierkant Pluto, het is een aspect die ook dit jaar kleurt, komt nu weer binnen op. En rond 5 augustus is dat heel erg in beeld. Heel nauw op tussen die twee. Dus dit wakkert de ambitie aan sowieso. We willen misschien grote dingen doen of dus ergens een push maken met een doel voor ogen. Jupiter-Pluto wakkert altijd de ambitie aan voor wat we willen gaan doen of wat we willen bereiken. Dus deze hele zomer, los van die eclipse waar zo waanzinnig veel over gezegd is, dat ik weet niet eens of ik mij daarin wil begeven op dat gebied. Maar je ziet wel dat al voor die eclipse in augustus, op 21 augustus geloof ik, is de datum, dat de energie al gespannen is. Dus deze week, vandaag al, daarom ben ik ook vrij laat vandaag met mijn post, de zon is opposiet Pluto geweest. En dus en wat we zien bijvoorbeeld momenteel in de UK, is een heel gevoelige zaak rondom een hele zieke baby van een paar jaren, een paar maanden oud, wiens ouders eigenlijk hem wil laten behandelen in de VS of in Rome. Maar de artsen in de UK hebben daar meer recht dan de ouders. Als de artsen zeggen, dit is lijden, het is een lijdensweg voor het kind, kunnen de artsen weigeren om hulp te verlenen en ook de stekken uit de machine zetten waaraan deze baby hangt. En in de afgelopen week, het is ook naar de rechtbank in de UK en ook naar de Europese Hof geweest. En het was de bedoeling vorige week dat de stekken uit de machine zou komen, maar toen ging president Trump en de paus en allerlei mensen zich met de zaak bemoeien. Dus vandaag, misschien is het al geweest, ik heb nog niet gekeken, maar vandaag worden opnieuw naar de situatie in de zaak bekeken. De ouders hebben ook 1,3 miljoen pond bij elkaar geraapt door acties. En ze willen natuurlijk dat kind de kans geven voor revolutionaire nieuwe behandeling in de VS. Maar dit is ook zon Pluto, dat de staat momenteel meer zeggenschap heeft over het kind, de baarmoeder, craved the baby. Dus dat soort situaties kunnen ook in ons eigen leven spelen. Het idee dat er iets is dat groter is dan onszelf of dat buiten onszelf. En dat kan ook iets, een
in je eigen persoonlijkheid, een stukje psychologie zijn bijvoorbeeld, hè, waardoor je dus twee aspecten of twee mensen, of dat ze er lijnrecht tegenover elkaar staan. Dat is de aarde van een oppositie. Gelukkig hebben we deze week ook wel wat luchtiger, wat meer opfleurend, of hoe zeg je dat, hè? Wat mooie energie. En dat komt eigenlijk door de Mercurius-Jupiter contact. En die is zeker vanaf dinsdag, woensdag voelbaar. Mercurius is in Leeuw, zoals ik zei vorige week. Het is een stem die autoriteit heeft. Jupiter is momenteel loopt vooruit. Dus die is wil graag het grotere plaatje zien. Wil ook graag dat we dingen leren. Dat we dingen begrijpen. Dat we dingen in een context en een groter kader kunnen plaatsen. Dit is mooi voor als je dingen moet schrijven, zeggen, vertalen, een boodschap de wereld in wil sturen. Dit is heel mooie energie daarvoor eigenlijk. Mercurius sextiel Jupiter is opportunistisch ook, die pakt zijn kansen. Als hij goed in ieder geval zijn werk doet, want een sextiel schept kansen. Maar kansen moeten ook gepakt worden en ook we zijn daar proactief in, dat is de uitnodiging. En dan zien we op zondag, Mercurius is in conjunct Pluto. Dus ook hier zie je dus een soort onvrede met, of moeite hebben met de Pluto-energie. Hè? Dat dwingende, dat geforceerde, dat nogal autoritair, koud, harde Pluto-energie. Mercurius is in Leeuw, dat is de zonlichten, dat is de kern, dat is warmte. Dus die twee principes, hè? Dus ja, ideeën kunnen hebben van misschien is het verstandig, dat is Pluto en Steenbok, om zo te handelen. Terwijl misschien Mercurius in Leeuw vanuit het hart toch wel graag wellicht iets anders zou willen. Dus de inconjunct is altijd een soort kosmische jeuk, noem ik dat. Hè? Van hoe ga ik dat doen? Dat is een uitdaging. Dus alles bij elkaar is dit een week vooral aan het begin. En ook omdat we nu weer in Jupiter-Pluto-seizoen beginnen te komen. Die wordt benadrukt, zoals ik zei, later in augustus. Het is wel belangrijk dat we mensen niet dwingen tot dingen. Dus mensen niet het gevoel krijgen, ik moet. In plaats van, ik zou dat willen. Oké, op mijn website staat momenteel ook een aankondiging van een workshop. Ik zou zeggen, kijk daarna, dat is Truus en Leeuwen. Ik heb dus in het verleden haar aan het werk gezien. En het is heel interessant hoe zij dus astrologie weet te combineren met die idee van familieopstellingen. Het is een andere benadering van de horoscoop. En ik denk dat het heel interessant is als je daar nooit gezien hebt hoe dat werkt. Want het is ook iets wat niet te ingewikkeld is en ook al ben je niet bekend met Bert Hillingen en zijn werk, kun je toch wel heel veel aan deze workshop hebben. Ik zal hieronder ook een stukje van de website, van mijn website zetten. Ik wens jullie een hele leerzaam, communicatieve, positief denkend, want Mercurius in leven is ook positief denkend, week. Dankjewel voor de aandacht.